Ducati World Premiere 2019. Ducati World Premiere 2019. Goedenavond. Hartelijk welkom. We zijn met heel veel hier. En ook thuis kijkt u mee met de sociale media. We zijn live op tv met Sky MotoGP en online via Ducati.com. En ook op Facebook zijn we te volgen. U moet hashtag Ducati Premiere gebruiken om uw suggesties en emoties te laten weten. Het is de eerste keer dat ik hier ben. Ik ben echt ontzettend geëmotioneerd dat ik deel uitmaak van deze familie en deze avond mag mede presenteren. U bent waarschijnlijk ook geëmotioneerd, maar we kunnen niet beginnen zonder hem. Al 17 jaar is hij erg belangrijk bij Ducati. Hij is ook de belangrijkste fan van Ducati. Hij zit sinds 1993 bij het bedrijf. Heel veel emotie heeft ons geschonken. Een applaus voor de CEO, Claudio Domenicali. Buonasera a tutti e benvenuti. Goedenavond maal. Allemaal hartelijk welkom. Dus ons aanbod voor 2019 gaan we presenteren. Hallo, ik heb er wat over gedaan. Moest van ver komen. Altijd een grote emotie hier aanwezig te zijn. Hier op het podium te staan. Het is het tweede jaar dat je dat doet voor dit publiek. Tweede jaar dat je dit presenteert. Deze grote nieuwe modellen. Vorig jaar is het heel goed gegaan. Ook samen met de vrienden van Sky hebben we dat kunnen uitzenden, kunnen organiseren. En dit jaar doen we het weer opnieuw. Want het is ook een prachtige manier om dus heel veel nieuwe modellen welkom te heten. Claudio, ik wil graag weten wat er gaat gebeuren. Heel veel nieuwe modellen. Ook een hele nieuwe reeks, hele nieuwe serie. Ik laat het podium aan jou en we zien elkaar straks weer. Ten eerste wil ik iedereen groeten hier in de zaal. De zaal zit boordevol. We hebben heel veel dealers hier in de zaal. Vanuit de hele wereld ook veel mensen van de pers zitten hier. Dus ik wil als journalisten welkom heten hier in de zaal. Maar ik wil vooral het thuispubliek hartelijk groeten via Sky, via Facebook, Ducati.com. Met heel veel mensen zijn we hier. We zullen al het mogelijke doen om jullie te vermaken en jullie te laten zien wat we voorbereid hebben voor deze speciale avond. Het gaat dus over Ducati. Ducati is een bedrijf dat goede contacten heeft met de fans, de liefhebbers. Wij gaan uit van een aantal specifieke waarden. Style, sophistication en performance heette die. Style, sophistication en performance brengen goed naar voren wat ons concept is. Het gaat om producten die prestaties kunnen opleveren, maar we moeten ook zorgen dat dat spoort met het feit dat we een Italiaans bedrijf zijn. We houden dus van mooie producten. We zetten alles ervoor in Borgo Panigale om die producten te maken. We zijn dus hier met 1600 man om iedereen, alle liefhebbers, te vermaken. Onze waarden houden ook de relatie in met de liefhebbers, met de fans. Dat blijkt ook bij evenementen, zoals een paar maanden geleden in Misano, de World Ducati Weekend. Bijna 100.000 mensen waren daar in 3 dagen aanwezig. Die hebben samen met ons de waarde van ons merk gevierd. Hier zien jullie achter mij de beelden. We hebben ook die Race of Champions georganiseerd. Dat werd nooit eerder gepresenteerd. Al onze beste coureurs werden daar gepresenteerd. Van MotoGP, Superbike. Al die coureurs waren aanwezig. Ook mensen van het verleden waren aanwezig. Panigale 12 VS. Met onze kleuren hebben we gevraagd om daar een race mee te organiseren. Ovviamente pensava a in qualche modo le possibilità che l'evento non andasse perfettamente. Ja, men dacht bij de concurrenten dat het niet zo goed zou gaan, maar we hebben gezien dat het echte professionals zijn.
En we hebben een geweldige race kunnen zien. Dus die racers maken deel uit van ons DNA. Dat weten jullie heel goed. Ducati is beroemd geworden met de geweldige prestaties bij het Superbike kampioenschap. En meer recent met uitstekende resultaten bij het WK. Voor motorrace, voor motors. We zijn dus allemaal fans, liefhebbers, daarom houden die racers. We gaan ook uit van de kennis en intelligentie die we kunnen ontwikkelen op het vlak van de racerij. Wat ook dus serieproducten geworden zijn, die zullen we vanavond zien. We hebben dus intensief daaraan gewerkt. We hebben nog een race voor de boeg met het WK. Heel veel emoties, ook veel succes hebben geboekt. Ja, we weten nog hoe het om Mugello ging. We hebben daar een goed resultaat behaald. Ook het snelheidsrecord hebben we daar geboekt. Dovi Zo was de snelste coureur, maar nu is het moment om inderdaad te gaan racen op het circuit. Ciao Vera! Ciao, buonasera a tutti. Hallo Vera. Ciao Claudio, buonasera. Goedenavond allemaal. Ciao. Hoi Claudio. Bentornata direi. Ja. Welkom hier opnieuw. Een jaar geleden werd ik ook getroffen op dit podium. Ja, dat klopt. Ik ben ontzettend blij hier opnieuw te zijn. We zijn dus bezig nu met het presenteren van de modellen voor 2019. Maar we kijken dus ook naar het afgelopen jaar, 2018. Geweldige resultaten. 6 overwinningen, 13 keer een podiumplaats. En we hebben dus ook 2e plaats van Petrucci bij de GP in Frankrijk. 5 pole posities, 6 overwinningen. Geweldig jaar. Niet tot aan de laatste race hebben kunnen vechten zoals vorig jaar. Maar desalniettemin, als we hier wat dieper op ingaan, op die prestaties die onze coureurs hebben geboekt, overal in de wereld, dan kunnen we toch zeggen dat wij dus eigenlijk de best presterende coureurs hebben gehad ooit. Het gaat vooral om Gigi Dall'Igna, een van degenen die dit bewerkstelligd heeft. We hebben 150 mensen die zich bezighouden met het ontwikkelen van racemotoren. Die doen dat onophoudelijk om de prestaties te verbeteren. Maar Gigi Dall'Igna, een echte nummer 1, die leidt dat team. Hij wordt hier op het podium geroepen. Het is echt een soort dirigent van een orkest. Als hij hier bij ons komt staan, lijkt ons dat een goed idee. Gigi. Ciao a tutti. Ciao allemaal. Hartelijk welkom Gigi Dall'Igna, een groot plezier je hier te hebben op het podium. Hij heeft ervoor gezorgd dat Ducati MotoGP het snelst is geworden, 356,4 km per uur op het circuit van Mugello. Dat was een record van Dovizioso. Het heeft niet alleen te maken met vermogen van de motor, dat is een van de kenmerken van onze motoren. Ja, Gigi in de box. Oké, ik laat jullie nu samen verder doorpraten. Claudio zien we straks. Elektronica, we hebben ook te maken met evenwicht in de verdeling van gewichten. Ook de aerodynamica is zeer belangrijk. Jullie waren zeer succesrijk op dat vlak. Jullie daar in Borgo Panigale. Stoppen jullie nooit met werken? Dat klopt. We gaan voortdurend door met verdere ontwikkelingen voor alle onderdelen van de motoren. Vooral de veiligheid is zeer belangrijk, anders kun je ook nooit een snelheidsrecord boeken. Maar aerodynamica is ook erg belangrijk, speelt een belangrijke rol, een prioritaire rol zelfs. Bij Ducati hebben we voor gezorgd dat we dus die windvleugels hebben kunnen organiseren, kunnen ontwikkelen. En op die manier hebben we deze resultaten binnengehaald, dit snelheidsrecord binnengehaald.
Dit hebben we dus kunnen ontwikkelen, kunnen boeken deze resultaten. De andere concurrenten hebben ons niet alle, hebben ons gevolgd, hebben ons gekopieerd, eigenlijk ons nagedaan. Deze technologie waar wij echt meester in zijn, die wordt ook toegepast bij de motors op de weg. Eerst bij de sportmotors, maar daarna heeft ook effect voor de meer traditionele motors. Ja, de concurrent Gigi. Ja, dankzij jullie activiteiten. Ja, we kunnen zien dat die Japanse producenten wat betreft hun leidende rol een beetje in het geding zijn gebracht. Op technisch niveau, wat betreft de ingenieurs die daar werken bij Ducati racerij. We hebben te maken met een zeer hoog niveau. Maar wat onderscheidt ons, wat geeft ons meerwaarde de afgelopen jaren, dat heeft te maken met het feit dat wij een team zijn. Die menselijke factor is zeer belangrijk te noemen. Wij proberen de effecten van de zwakke kanten van de collega's zo gering mogelijk te houden. Ja, men probeert vaak die zwakke kanten in de verf te zetten. En wij proberen ze af te zwakken. Laten we nu kijken naar 2019. We kijken dus naar die nieuwe motoren. Wat kun je daarvan zeggen? Ja, dit WK was een geweldig WK en onze motoren hebben het prima gedaan. En als het zo goed gaat, is het moeilijk alles overhoop te gooien. Ja, die van 2019 is een paar weken geleden in Valencia uitgeprobeerd. Men was tevreden over die motor. Dus maar weinig wordt er veranderd in vergelijking met de versie voor 2018. En we zullen dus een aantal nieuwe elementen erin verwerken in die motor voor 2019. Waardoor we dus nog meer snelheid kunnen boeken. Maar dat zullen we geleidelijk aan doen. Want als je in bepaalde snelheden bereikt, bepaalde prestaties binnenhaalt, dan is het moeilijk om je nog beter te maken, om je te verbeteren. Wij moeten zorgen dat echt stappen vooruit zijn, geen stap achteruit. Dus veel succes voor het werk. Een applaus voor Gigi Dalinha. Hartelijk dank voor je aanwezigheid, Gigi. Hartelijk dank allemaal en een goede voortzetting van de conferentie. Nu gaan we dus praten met degene die ervoor zorgen dat op circuits gewerkt wordt met de motors. En ik begin met een coureur die door de Ducatisti, de liefhebbers van Ducati, in hun harten gesloten is. En dit jaar heeft hij ons veel tevredenheid kunnen geven. Jorge Lorenzo. Jorge. Diciamo che hai creato un rapporto speciale. Ja, jij hebt een bijzondere relatie met Ducati en je hebt een ontzettend ongelooflijk resultaat kunnen bereiken. En je zat in een kleine groep van coureurs die de meeste resultaten hebben bereikt. Kan je daar iets over vertellen, over dat succes? Nou, het is niet makkelijk om een GP te winnen. Er hebben niet veel coureurs gedaan en het is helemaal niet makkelijk om het te winnen met merk en ook niet met Ducati zoals ik voor het eerst heb gedaan in Mugello. Dat was heel bijzonder, echt een fantastisch moment in mijn carrière. Ik voelde me echt heel goed thuis in het team. Ik heb ook echt een soort familiegevoel gehad en ik voelde die liefde voor Ducati. Het is een heel professioneel team, hele goede mensen, veel ervaring, veel goede ideeën. Liefde, zei je, liefde. Nou, als we bij elkaar zijn, als iets in je hart terechtkomt, dan blijft het daar altijd zitten, vooral met Ducati. Dan, wat heb jij je onthouden? Nou, een fantastische periode, goede vrienden in de afgelopen 2 jaar, goede herinneringen, ook moeilijke momenten, maar uiteindelijk zijn het meer mooie momenten geweest met feestvieren in de box, enthousiaste momenten met het hele team, dat zal ik nooit vergeten. En ik zal het nooit opgeven, zolang het doel niet wordt bereikt.
ondanks de moeilijkheden. Ja. Je voelde je dus thuis in het Ducati-team, zei je. Ook vergeleken bij de Japanse merken waar je voor gewerkt hebt. Wat is het verschil dan? Ja, er wordt heel anders over het Ducati-brand gesproken. Dat is anders dan in Japan. Mensen die een Ducati hebben voelen zich trots. Die voelen zich alsof ze deel uitmaken van een familie. En bij Ducati werken ze heel professioneel, heel goed. Gigi is ook heel georganiseerd, echt een perfectionist. Het niveau is ontzettend hoog in het team. Oké, Jorge. Heel hartelijk dank namens alle fans van Ducati. We vinden jou geweldig. Ik wil alle fans van Ducati met veel respect groeten. Jullie zijn heel bijzonder, heel trouw. En ik wens jullie het allerbeste toe in de toekomst. En ik zal Ducati altijd in mijn hart met me meenemen, waar ik ook heen ga in de toekomst. Dankjewel en tot ziens. Dankjewel, Jorge of Giorgio, zoals hij wordt genoemd door de ingenieur. En dan gaan we het nu hebben over de toekomst, het team van 2019. Twee Italiaanse coureurs, ook dat is een dreamteam. Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci. Hier zijn ze. Ik begin met jou, Andrea. Je hebt 3 overwinningen, 2 poles gehad. Wat kan je erover vertellen? Nou, aan de ene kant heel goed, want we hebben het seizoen echt competitief kunnen afronden. En we wilden echt volgend jaar het meespelen, meetellen. En we hebben het echt goed afgerond. Aan de andere kant hebben we niet alles bereikt. Dus we hebben wel een prijs moeten betalen in het kampioenschap. En jij, Andrea Dovizioso, jij hebt als Italiaanse coureur op een Italiaanse motor gered. Hoe bereid je je voor? Nou, het is heel belangrijk voor mij om in de officiële school mee te kunnen doen. Dat was mijn doel. En toen ben ik in 2015 hier bij Ducati gekomen. En dan volgend jaar krijgen we de resultaten te zien. Ja, volgend jaar krijg jij ontzettend veel verantwoordelijkheden. Nog meer dan dit jaar. Maak je je daar zorgen over? Voel je je onder druk? Of hoe speel je daarop in? Nou, als je voor een officieel team meespeelt, dan is het natuurlijk een druk. Maar dat is normaal, dat hoort erbij bij onze sport. En daar werk ik al jaren mee. Het is niet altijd makkelijk om mee om te gaan. Maar het is wel een van die aspecten waar ik veel van hou. Dat ik mee kan doen in de wedstrijd en resultaten bereiken. Nou, de resultaten zijn er, want je bent een van de beste coureurs. En jij zal tegen hem of met hem meerijden in hetzelfde team. Ja, in het officiële team zitten is heel bijzonder, heel speciaal. Ik heb daar nog geen ervaring mee tot nu toe gehad. Dus ik ben heel nieuwsgierig en ik zal het beste van mezelf geven. Ja, je hebt al 10 overwinningen gehad met rode. En nu kan je alles nog krijgen. Wat wil je nog bereiken? Ja, elk resultaat is haalbaar. Daar geloof ik in. We hebben de afgelopen jaren steeds beter gewerkt. Steeds beter de juiste richting op. Nu zijn we echt competitief. We zitten in een positie waar we op hoopten. Het is hier nog niet bij gebleven. Het mooiste moet nog komen. Moet voor jou het mooiste ook nog komen? Want jij noem jezelf een sculptuur, een beeldhouwwerk dat nog moet worden afgewerkt. Ja, ik denk dat ik nog veel ruimte heb voor verbetering. Ik ben al een stuk beter geworden, maar het is nooit genoeg. Ik moet nog een stuk werken aan beter in de wedstrijd zitten. Meteen goed op de motor zitten en werken aan de details. Nou, rustig maar, want Dovi is hier al 6 jaar en die zal je zeker helpen. Petrucci, wat voor advies kan je hem geven? Ja,
Het verschil, dat is vooral in de winter belangrijk. Goed voorbereiden in de winter, mentaal ook. Er klaar voor zijn, relaxed zijn en intelligent werken. Slim zijn. Ons team wacht op je. En ik denk dat we een heel goed team hebben. Je zal zeker plezier hebben. Nou, je zal hier dus goed ontvangen worden. Je bent voorbereid. Wat wil jij tegen je toekomstige teamgenoot zeggen? Nou, aan Dovi wil ik zeggen... op de eerste plaats, dank je wel voor alle keren dat je me hebt geholpen op het circuit en ook erbuiten. Ik hoop dat ik hem ook kan helpen en dat ik het volgend jaar nog beter kan doen. Oké, een groet aan je, aan alle fans. Nou, groet aan alle fans van Ducati. En we gaan het nog beter doen. We zullen nog dat extra duwtje erbij geven, waardoor we de overwinning kunnen behalen. Dat is ons doel natuurlijk. Dus altijd iets meer. Ciao aan de Ducatisti in de hele wereld. Ik hoop dat ik jullie veel goede emoties kan geven. Dat hoop ik. Dank namens alle fans. En dank Danilo Petrucci en Dovizioso. En we verwachten natuurlijk dat die resultaten er zullen komen in 2019. Maar ondertussen gaan we even kijken naar de fantastische resultaten van 2018. Non so voi, ma ragazzi, wow. Nou, ik weet niet wat jullie ervan denken, maar ik heb echt kippenvel. Dat zijn gevechten, emoties. Je weet niet eens wat er gebeurt in de regiecabine als we dat zien. En dan achter de situatie aan blijven als je commentaar moet geven. Dat is ook geweldig in ons werk. En die adrenaline die door je aderen loopt, ook bij Ducati. Dat ze steeds proberen te verbeteren en steeds meer emotie en verrassingen te geven, ons echt verstand te staan met echt kunstwerken, echte kunstwerken van Ducati. Nou, ik wil je nu even meenemen naar een rockwereld, de wereld van rock. Ervaring van het verleden met alle variabelen van Ducati. Ervaring uit het verleden, maar met hedendaagse technologieën. Dames en heren, let's rock and roll. Ed è il mondo rock di Scrambler. En het is de rockwereld van de Scrambler. Nou, geef maar eens een mooi applaus aan deze prachtige sculpturen, Claudio.
Ja, wij zijn dol op dit merk dat in 2015 is ontstaan omdat we beseften dat we andere kanten op moesten. Niet alleen op de racebaan aanwezig zijn, maar ook meer op de weg. En verder is het ook een prototype van 1262 en dat jullie weer tot leven hebben teruggebracht. En ik wil jullie daarvoor bedanken, want ik weet nog toen ik jongetje was en toen droomde ik al van motorrijden. En er was geloof ik een film in Boy, een strip. En die reed en die had op de motor en die had een gitaar. Ja, ik heb het dus over 67, 68. En die reed toen op een scrambler. En toen begon ik daarvan te dromen. En toen heb ik daar aan gedacht. Modder, zand, kleuren, bochten, snelheid. Op welke vind je voor mij goed? Ja, deze hier. Zullen we er even naartoe gaan? Is mijn gitaar er ook bij? Ja, we kunnen ook een skateboard achterhangen als je wil. Hè? En dan zet je daar je gitaar in plaats van een skateboard. Nou, ik vind het geweldig om daarvan te dromen. Heel hartelijk bedankt. Dan gaan we het hebben over de Scrambler. Scrambler. Dat is dit merk, dat een merknaam, een product dat nu echt een brand is geworden sinds 2015. We zijn begonnen met de Icon, toen hebben we wat nieuwe versies afgegeven, gelanceerd, twee nieuwe per jaar eigenlijk sinds 2015. En het is een merk dat al een heel groot aantal liefhebbers heeft. 57.000 hebben al sinds 2015 een Scrambler gekocht. Een markt en een merk dat in 2018 de belangrijke verandering heeft doorgevoerd. Dus de Icon, dus het basismodel van de familie, is net gelanceerd. Dus alle mensen kennen het basismodel al. Dus het is belangrijk om in ons nieuwe gamma van 2019 de Icon met zijn wijzigingen te laten zien. De Scrambler begint, zoals ik al zei, op basis van een model uit de jaren 60 dat door Ducati is geïnterpreteerd en uitgewerkt in 2015. En nu hebben we 2019 daar ook weer een aanpassing van doorgevoerd, een andere interpretatie. Het is heel belangrijk, het basisdesign blijft hetzelfde. De inspiratie van het icoon, de icoon van de jaren 60 blijft, maar we hebben heel veel details die we jullie willen vragen te gaan bekijken bij de dealers. En dat zijn niet alleen esthetische details die de verbetering zijn, maar ook de technologische componenten veranderen. Bijvoorbeeld ABS, dat is voor het eerst dat het hier wordt toegevoegd. Dat is heel belangrijk voor deze motoren. De hele serie zal ABS hebben voor in de bochten. Dat is een belangrijke statement van ons merk voor de veiligheid. En als we ook heel kort kijken naar andere belangrijke kenmerken. Hydraulische schakeling, een aangeving van de richting en van de versnelling waar men in zit. Een koppeling met smartphone en een heel comfortabel zadel. Dat is een pakket dat we hebben voorbereid voor deze eerste keer dat de Scrambler in het gamma bij komt. Maar zoals iedereen weet is er niet één soort Scrambler. Er zijn drie verschillende versies van de Cafferesse en de Full Throttle. De Desert Sled en de Café Racer en de Full Throttle. De Café Racer is een motor die gebaseerd is op het op de wielen die op elkaar lijken qua afmetingen. En het nieuws is dat er meer een race grafica bij komt dat uit de jaren 60 dateert. Met het blauwe frame. Dan hebben we ook de Desert Sled. Dat is erg belangrijk als ik kijk naar de ergonomie.
di godersi hogere zithoogte. Waardoor je het ook gemakkelijker kunt bedienen, die scramble. Maar het is ook een off-road. Ook als we kijken naar de veringen. Het frame is zeer resistent. Dus echt zoveel laat vermogen als een echte off-road motor. En we hebben ook dan een vergelijking met die Enduro. En het laatste model is de Full Throttle. Dat presenteren we voor 2019. Met een carrosserie die geïnspireerd is op Flat Track Super Hooligan. Hier kun je dat zien. Ga naar onze site. Jullie kunnen daar ook personaliseren. Jullie ideale motor maken, jullie ideale scramble maken. Scramble geeft dus de mogelijkheid een motor te maken die echt afgestemd is op je eigen smaak. Vermaak je door te gaan naar scramblerducati.com. La meraviglia di scrambler. Ma adesso, dat is echt een wonder, deze scramble. Ja, nu gaan we een kleine reis maken. Volg me even. Klimmen, dalen, springen, sprongen, modder. Maar het is geen motor. Kijk eens naar deze gezichten die we nu achter ons zien. Ze zijn vermoeid, ze zijn gelukkig, ze zijn blij, ze zijn hartstikke besmeurd. Waar heb je het over? Ja, volgens mij is dat een nieuwe Ducati, zegt Claudio. We hebben nu echt een verrassing voor jullie. Kijk eens naar hierachter. Een nieuw project van Ducati. Het is een e-bike. Laten we deze e-bike gaan kijken. Ragazzi, fategli un applauso perché veramente meraviglioso. Een applaus. Geweldig, een nieuw avontuur, een nieuw concept. Hartelijk dank Stefano dat je hier bent. Dat is een Ducati e-bike, MIG RR. Ga morgen en dinsdag gewoon naar de stand van Ducati. Vaak proberen we dus nieuwe dingen beter te maken. Het is een geweldig mooie e-bike. Ja, Stefano, een van de beste mensen om dit te presenteren, die e-bike. Hij is een geweldige sportman, Europese wereldkampioen, vintage kampioen als het gaat om BMX en MTB. En ook de snelheidsduivel als het gaat om het afdalen in de bergen. Stefano is niet alleen iemand die zich serieus inzet, maar hij is ook de oprichter van TOC. Met wie we samen dit project hebben gestart. We hebben dit uitgekozen omdat de filosofie van TOC ons erg zint. Het gaat om zaken waar we liefde voor ondervinden omdat ze goed gemaakt zijn. Wat zie je eigenlijk in dit geweldig mooie product, Stefano? Ja, goedenavond allemaal. Een grote emotie hier vanavond bij jullie te zijn. Ik wil Ducati hartelijk danken dat wij uitgekozen zijn om het project samen met jullie te ontwikkelen. Deze MIG RR is een samenwerking van Ducati en TOC. TOC is een Italiaans bedrijf dat zich bezighoudt met e-bikes. We hebben dus deze MIG verder ontwikkeld.
Ja, dankzij Rudy. We hebben dus er een sterkere e-bike van gemaakt. We hebben dus gekeken naar de filosofie van de motor. Dus achter voorwielen, ook grotere achterwielen, hetzelfde. We hebben dus echt een enduro-fiets hiervan gemaakt. Een DNA voor racen. Een echt Ducati-product. We zijn er echt heel trots op dit Ducati-product. We delen de doelstellingen, de filosofie, liefde voor stijl en ook de wil om iets te doen. En deze band met Ducati kan ons in staat stellen om dus dit Italiaans product over de hele wereld te brengen. Nogmaals een applaus voor dit product. Claudio. Ja, er is dus nog iets wat ik wilde uitproberen. Ja, die schimmel mag ik uitproberen. Ja, Stefano heeft de belangrijkste dingen al gezegd van deze e-bike. Ja, ik wil nog een paar details eraan toevoegen. Het is echt een serieuze fiets, een heel sportieve fiets. Het is een MTB mountainbike enduro. Kijk eens naar de vering, 170 mm slag. Vooraan 160 mm, achteraan. Ja, degene die ervaring hebben met mountainbikes weten heel goed wat dat betekent. Dus een elektrische motor, Shimano. Dus 500 watt per uur. En we hebben ook belangrijke andere onderdelen, de remmen, de velgen. Het is een product van het hogere gamma. Ja, e-mountainbikes is een product in ontwikkeling. Iemand die het nooit uitgeprobeerd heeft, die moet er echt eens keer op gaan rijden. Het is een geweldig mooi product. Het geeft de mogelijkheid om je te vermaken. Je kunt dus off-road mee. En op die manier kun je misschien ook toch iets compenseren terwijl je niet goed getraind bent. Het product wordt gelanceerd in januari. In eerste instantie alleen maar in Europa. Overal bij alle Ducati dealers zal die beschikbaar zijn in de lente. Dus maart, april wordt dat. Ga naar onze site. Ga naar de dealers in de lente. Maak een testrit en stuur de foto's naar ons van jullie avontuur. Ragazzi, è davvero fantastica. No, geweldig esatto, hoor. Geweldig, ja. Prima. Dat hoort. Goed applaus voor deze dingen. Ik heb echt zin om erop te gaan oefenen. Ook hele goede trainingen om te gaan motorrijden. Maar over motoren. Laten we de motoren starten. En we gaan weer terug naar de Ducati rood in de wereld van Ducati motoren. En er is een legende, het is een legende al sinds 25 jaar, een soort referentiepunt, de droom van Naked. Je hoeft de naam maar te noemen en ik krijg er kippenvel van. De Monster. Ja, we hebben het over Monster. Monster is de grootste groep van onze klanten. Meer dan 330.000 cliënten hebben deze motor gekozen. Het is echt de essentie van sportieve motorrijden. Naked Sport Riding. Deze motor is ontwikkeld in een heel veel verschillende soorten. Kleine cilinderinhoud, grote tot 200R. Maar wie het best heeft opgelet, ziet dat hier een nieuwe op het scherm staat. Een speciale versie van de 821. Wij noemen hem
Monster 821 Stealth. En binnenkort komt hij bij de dealers is hij te koop. Een heel jonge lijn, agressief, fascinerend. En heeft hele bijzondere kenmerken, afstelbare voorvork, de Quest, Quicklift en de Kuip. Dat is heel bijzonder, speciaal voor dit model. En ja, de Monster kan steeds vernieuwd worden. En kan ook een voorwerp zijn van verlangen voor alle motoren in de wereld. Als we het hier toch over hebben, over de wereld, gaan we eens kijken elders in de wereld naar Colorado. Colorado, Pike's Peak. Colorado, Pike's Peak. Pike's Peak is de naam van een versie van de Multistrada 260. Dat is iets wat we een jaar geleden hebben gelanceerd. Maar ook de naam van een wedstrijd, een race. Tegen de helling op. Heel fascinerend, want hij komt op 3400 meter hoogte. En dit jaar hebben we niet alleen meegedaan de race, maar hebben we ook nog gewonnen. En de winnaar is hier aanwezig in deze zaal. Carlin Dunn heet hij. Waar ben je, Carlin? Ga staan. Carlin Dunn. Daar is hij. Carlin Dunn, winnaar. La cosa straordinaria di Carlin. Het bijzondere van Carlin is dat dit een echte Ducatista is. Hij is niet alleen een van de dealers in Amerika, dus ook eigenaar van dealer in Santa Monica, maar hij traint ook nog dagenlang als coureur. En hij heeft dit succes bereikt. Dus dank je, Carlin, voor het uitstekende, fantastische werk wat je doet. Well done. La Pike's Peak si muove. De Pike's Peak rijdt snel op veel bochtige wegen. Maar laten we gaan schakelen en we kijken naar de wegen in de hele wereld. Queste sono le strade più belle del mondo. Dit zijn de mooiste wegen ter wereld. De mooiste routes waar iedereen op zou willen rijden. Minstens één keer in je leven. Dit zijn foto's die jullie hebben gestuurd. Zon, sneeuw, modder, asfalt. Deze foto's zeggen één ding. Met de Multistrada is geen enkele plek ver weg. Er wordt gesproken over avontuur. Hup, we springen op de motor en we geven vol gas. Multistrada 1260 Enduro. Multistrada 1260 Enduro. We hebben al een dynamische presentatie gehad, maar goed om ook te kijken naar het geweldige werk wat de technici van Ducati hebben verricht. Hij is ontstaan in 2016 en we hebben moeten verfijnen het product. Want het is een zeer belangrijk element van ons gamma. We hebben dus Multistrada Travel Enduro. Het is ook een duidelijk beeld hoe we werken aan design en dat combineren met functionaliteit. Vaak lijken tegenovergestelde zaken. We kunnen dus de koppel verbeteren bij de 1260 en die motor is verder ontwikkeld wat betreft de details.
Ik wil alleen maar wijzen op het lichtverlagen van de motor. Dat is 10 mm geweest, waardoor het zwaartepunt lager ligt. Dat betekent dat je makkelijker bij de grond komt en dat je makkelijker dus de motor kunt bedienen. De motor heeft een hele goede kwaliteit. Je kunt hiermee rijden zonder bang te zijn een bepaalde weg op te gaan. Dat is echt nu een motor die toegankelijk is voor iedereen. Deze motor is ook gegroeid wat betreft de elektronische onderdelen. Ik wil maar wijzen op het dashboard, het kleuren dashboard. En ook cornering ABS kent deze motor. Het is een geweldig mooi product, een zeer uitgerijpt product. Ja, goede prestaties, comfort en ook nuttig gebruik. Dat zijn de gemeenschappelijke kenmerken voor het hele aanbod van Multistrada's. Maar dat geldt ook voor de Multistrada 950, het kleinste model. We hebben er ook stappen mee vooruitgezet. Ja, een applaus voor de Multistrada 950 model 2019. Dat is dan het hele aanbod van Multistrada's. Die 950 kent heel veel goede details. Een zeer evenwichtige motor. Ja, cilinderinhoud wat kleiner, maar zeer veelzijdig deze motor. Dat compenseert elkaar. We hebben ook gericht een aantal zaken veranderd in cornering ABS, dus hydraulische leidingen. We hebben dus ook gezorgd voor controle bergop. Dat is ook gemakkelijker. En we hebben ook een nieuwe CMI. Bovendien hebben we ook een nieuwe versie van de 950 gemaakt. De 950S, dat is een echte novum. We zijn uitgegaan van het idee dat we een zeer evenwichtig product willen maken, maar voor een aantal klanten was dat niet voldoende wat betreft de verschillende onderdelen. Dus de 950S heeft dan alle onderdelen, alle elektronische onderdelen en ook de excellentie van de 1260 zit dan bij de 950. Dus het dashboard met hoge kleuren, resolutie, cruise control, veringen. Elektronica, LED, zoals bij de 1260, dat zijn dus de kenmerken die ten grondslag liggen aan dit model. Bovendien kun je ook met de spaak de velgen krijgen bij de dealers van dit model. We hebben dus een volledig aanbod. We zijn dus uitgegaan van de 1260, die we dus 12 maanden geleden hier hebben gepresenteerd op dit podium. Heeft ons veel tevredenheid geschonken, ook voor de klanten. Het is de motor die de meeste tevredenheid schenkt aan de klanten. Nu hebben we dus 1260 Enduro en 950. Als standaardmodel en ook als S-model. Jullie thuis kunnen direct naar de dealers gaan om dus een proefrit te reserveren met de 950-950S. Jullie zullen er hartstikke verliefd op worden. Thank you.
Credo che siate d'accordo con me nel ritenere questo video. U zult met mij eens zijn dat het een geweldig video is. Toen ik voor de eerste keer dit zag, vond ik het prachtig. We zien Italië met al zijn schoonheid. Die motor moet op ontspannen wijze gebruikt worden. Het is eigenlijk ook een reisgenoot om ontdekkingen te doen. En geweldig mooie dingen te zien. Ja, die muziek heeft ons begeleid bij deze video. En dit blijft echt in mijn geheugen gegrift. Een van de meest interessante ideeën van vanavond. Maar nu zijn we klaar voor iets anders. We gaan het ritme, het tempo veranderen. We gaan het over een product hebben vol adrenaline. De muziek zal wat minder ontspannen zijn. Het gaat om een spel. Ja, heel veel aanwezigen hier in de zaal zijn fans van motors, liefhebbers van motors. Een reisgenoot, maar ook een genoot om mee te spelen. En dit is echt een spelgenoot. The game is on. Dames en heren, de nieuwe Ducati Ipermotard. L'Ipermotard is geboren in 2007. We hebben Ipermotard in ons hart gesloten. Vermaak, genot, prestatie, design. Allemaal in één product gegoten. Dus een aantal kenmerken, eigenschappen van de eerste Ipermotard zit erin. Ja, de mensen die zich bezighouden met de stijlontwikkeling, met design, hebben daar veel onderzoek voor gedaan. We zijn daar zeer trots op. Deze motor heeft toch een gen van Ipermotard. Dus echt eigen aan Ipermotard, maar dat geldt ook voor de functies. Hij is wat lichter geworden, 3 kilo minder weegt hij. Hij is ook slanker geworden. Ja, met name de mensen die naar de beurs gaan, ook thuis kun je dat zien. Als je naar de dealer toe gaat, kun je hem uitproberen. Hij is echt slank geworden. Dat geldt dus ook voor het buigen in de bocht met je binnenste been. Je kunt ook makkelijker bij de grond komen. Ook de verschillende onderdelen beter uitgewerkt. Ook bij die standaardversie hebben dus een aluminiumvork, 45 mm. Dat zijn echt waardevolle onderdelen. En die radiale rempompen en ook dan de koppeling. Dat product is verder doorontwikkeld, niet alleen wat betreft het rijgedeelte, maar dat betreft ook het motorgedeelte. Maar dat betreft ook de elektronica. We hebben dus een kleuren dashboard van de laatste generatie. Dat is echt een belangrijke sprong voorwaarts. Richting verdere ontwikkeling van het product. En ook een aantal interessante andere onderdelen. DRL. Dat betreft de plaatste motor in het hoge deel van het segment. We hebben dus gekeken naar het rijgedeelte elektronica, maar ook de motor met 4 pk meer. Ook koppel is echt stevig te noemen. Dus we willen mensen danken voor het ontwikkelen van deze details. Dus een midden-hoog toerental kan ook mee worden bereikt. En we willen dus ook minder kilo gewicht. Dit product is heel evenwicht te noemen. Maar links van mij hebben we de meest sportieve versie. We hebben dus standaard versies, maar ook S-versies. We hebben dus Ipermotard SP. Het is ook wat verder doorontwikkeld dan een traditionele S.
Dus 20 millimeter licht op de grond, meer dan de gewone standaard hier wordt daar. Op die manier kun je dus beter de bochten nemen. Dus niet die 20 millimeter meer, maar we hebben dus ook die gegoten velgen en dus ook een Olin product zit erin verwerkt. Wat betreft de vering. Dus de filosofie van Ducati zit hierin. Maar we hebben het ook helemaal vernieuwd en verjongd wat betreft design, een nieuwe design. Het product is ook een lichtere product geworden. En alle liefhebbers van dit product, speciale product, zullen hier tevreden mee zijn. Dus het is echt een product voor vermaak. Gaan we naar kijken. Nou, deze video heeft het over het product. Daar gaat je hart sneller van kloppen. Veel adrenaline. We sluiten af met de hypermotard. We beginnen over een nieuw product, maar het hart blijft even snel kloppen. Emotie, product wat ook een icoon is van Ducati, wat we helemaal hebben vernieuwd voor 2019. Eenmaal een motor die een nieuw segment heeft gecreëerd. Een strong, een sterke, stevige, met spieren. Heel veel mensen die iedereen hebben, die vinden hem fantastisch. Er zijn er al veel. Een snelle motor. En voor mensen die de wereld willen veranderen. Dames en heren, de nieuwe Ducati Diavel. So good to be bad. Dat is de slogan die we hebben bedacht voor dit product. Zo is de Diavel. Of je houdt ervan of je haat hem. Ik ben er dol op. Het is een product dat we in 2011 hebben gelanceerd. Het is nu helemaal vernieuwd. Een product waar we het stijlcentrum aan hebben laten werken. Met een hele nieuwe extreme stijl. We wilden sportievere lijnen met behoud van de persoonlijkheid van de Diavel. Dus dit grote volume, die massa aan de voorkant, moet de motor dat accent geven, dat contactpunt tussen de naked en de cruiser. Als je kijkt naar de remmen, de vering en de liner, dan zie je dat de Diavel echt goed is. Als je kijkt naar het comfort van een zadel van 780 mm, het comfort van het stuur, dan kan je het eigenlijk beschouwen als een cruiser. Dus de Diavel is een motor op zich die zeker zijn eigen karakter heeft, maar die heel duidelijk mensen aan kan trekken wegens zijn vormen, zijn afmetingen en het gedrag op de weg.
En de Diavel zelf groeit tot 260, dus 1260, dus EBT. Dus hij maakt gebruik van alle koppelvoordelen die we al eerder hadden met de Multistrada. Een motor die ook geëvolueerd is in de elektronische componenten. Dus heel geëvalueerd, nieuwe cornering ABS opnieuw, daar wil ik op blijven hameren. Maar ook heel belangrijk voor deze motor is de cruise control en de power launch die op de X-Diavel aanwezig is. En die nu ook dus op de Diavel wordt gemonteerd. Verder hebben we ook een S-versie gemaakt voor de Diavel. Die is de motor die je hier ziet staan met de Ohlins veringen. Heel hoog niveau, dat product. Een Brembo M50 frontklauwen. Een hele mooie esthetiek voor het zadel. Een DRL, gemachine wielen en quickshift. Dus een product wat totaal modern is, niet alleen qua design, maar ook qua technologie. En dit is dus onze nieuwe Diavel. Volgens ons is dit het ideale product voor die mensen die nergens genoegen meenemen. Dit is onze Diavel. Abbiamo trattato veramente tante famiglie. Nou, we hebben zoveel families genoemd en over gesproken. Hier zijn we weer terug bij het begin van deze show. Die Race of Champions. De Race of Champions is die wedstrijd die wij in Misane hebben uitgevonden, waar we onze couriers laten rijden met pakken van de motoren die ze winnen. En de motor die heeft gewonnen vonden we zo mooi dat we hem wel moesten laten zien en moesten laten maken bij onze dealers. We hebben dus een speciale versie, Panigale V4S Corse, gemaakt, die vanaf 2019 deel zal uitmaken van het gamma van onze motoren. En Pira heeft hier de wedstrijd mee gewonnen. Het zijn dezelfde kenmerken als van de V4S. En onze liefhebbers weten precies hoeveel fijne, mooie resultaten hiermee bereikt zijn in vorig jaar en in de toekomst nog komen. En hierbij komen we eigenlijk zo'n beetje aan het einde van dit hele panorama, dit hele overzicht. We hebben het gehad over de Scrambler, over Monster. Een e-bike hebben we laten zien. We hebben het gehad over Multistrada 950 en de Enduro. We hebben het gehad over Riper Motard, over de Diavel. En we zouden eigenlijk gewoon nu wel kunnen zeggen dat het wel genoeg is. Maar er is nog altijd, zoals bij altijd bij Ducati, one more thing. Welcome home. There's only one place where we can truly be ourselves. In this place, slechts op één plek kunnen we onszelf zijn. No way back. En daar is geen weg terug als je daar bent. Ducati
Ogni tanto ci sentiamo porre una domanda. Ja, er wordt soms een vraag gesteld aan ons van Ducati. Wat is een Ducati Superbike? Una Ducati Superbike. Ducati Superbike. Wat is dat? Una combinazione straordinaria. Dat is een combinatie, een geweldige combinatie. Di design e tecnologia. Van design en technologie. Una Ducati Superbike è l'amore per le prestazioni. Je houdt van prestaties, van style, sophistication en performance. Dat is de combinatie. Dit is de grote finale, de prachtige finale met deze geweldige motor. 4R. We gaan er zo meteen over praten samen met Charles Davis. Een geweldige coureur. Een applaus voor Charles Davis. Ja, goedenavond. Ook dit jaar heb je een hoofdrol gespeeld bij Superbikes. Je hebt 12 podiumplaatsen bereikt en veel races gewonnen. Ja, op deze motor zul je volgend jaar de race moeten doen. Ja, echt heel opgewonden vanwege dat nieuwe avontuur dat ik aanga met V4R. Een nieuwe ervaring voor mij, ook voor Ducati. En met deze technologie, die zijn kracht bewezen heeft bij MotoGP, maakt het een geweldig krachtige motor. Dit beest wil ik ook op de hoogste treden van het podium brengen. Però. Maar we hebben ook een zekere verantwoordelijkheid die we dragen. Want we hebben dus veel successen achter ons. En met 17 wereldtitels. 341 overwinningen bij 770 mans die gereden zijn. Dat betekent 1 op de 2 mans bij een overwinning. 350 snelheidsrecords bij de circuits. Ja, ik kan dus een nieuw verhaal gaan schrijven over 20 jaar. Zal ik misschien niet meer Superbike bereiden, dan moet je iemand anders uitnodigen. Een groot applaus, een stevig applaus voor Travis. Hartelijk dank. Ook een extra applaus voor hem, omdat hij het allemaal in het Italiaans gedaan heeft. Dat is een laatste applaus, een stevig applaus dat ik voor hem vraag. Hartelijk dank, Charles. Dan kunnen we iets vertellen over deze motor. We zijn zeer trots op deze motor. Heel veel inhoud kent deze motor. Heel veel nieuwe onderdelen. Heel anders esthetisch gezien. De carrosserie is helemaal bewerkt. 38 mm breder. Dit om te zorgen dat helemaal beschermd wordt, de coureur, bij de races. En heeft dus ook die koolstof, die carbon vleugels, waardoor de aerodynamica beter geworden is. We zien dus ook deze kuwen hier aan deze kant van de carrosserie, waardoor de ervaring, de meest recente ervaring bij MotoGP, overgebracht wordt naar Superbike. Waar dienen die kuwen voor? Waardoor inderdaad ook de lucht eruit gehaald wordt, 16% meer, waardoor de temperatuur verlaagd wordt als het gaat om de koeling.
Dat leidt tot meer prestaties voor de Superbike. Maar ik wil ook wat andere gegevens geven over al het werk dat verricht is door mensen van Ducati Races bij het voorbereiden van deze basisversie voor de Superbike. Dus het gaat met name om die zijvleugels, waardoor je dus het voorwiel meer kunt belasten. En met 30 kilogram meer. 30 kilogram meer, dat betekent 30 kilogram meer voor het voorwiel. En dat betekent 42% stijging wat dat betreft. Wat zijn dan de extra positieve effecten voor die zijvleugels? Stabiliteit bij hoge snelheid. Met een grotere belasting voor is die motor ook stabieler. Elke motorrijder heeft er ervaring mee opgedaan. Als die verkeerd wordt beladen, dan krijg je dus instabiele motors bij een bepaalde snelheid. Dus de stabiliteit is direct verbonden met die belanding voor. En dan dus ook in de bochten. Er is ook een hele mooie mail over geschreven, die heel veel duidelijk maakt over de ontwikkeling van deze motor. Het gaat om vertrouwdheid met die belading aan de voorkant. Dus ook minder stijgere mogelijkheden. Dus bij de snelheid die we bereiken op het circuit, moeten we ook denken aan de aerodynamica. Dus de motor kan sneller accelereren en kan op die manier dus ook meer efficiëntie bereiken wat betreft de aerodynamica. En ook dan een bijkomend voordeel, niet automatisch, meer blokkering van het voorwiel. Dus bij hogere snelheid, als de belasting niet helemaal overgedragen is op het voorwiel, dan kun je dus eventueel komen tot blokkeren van het voorwiel. En dat risico wordt steeds minder, wordt duidelijk minder. Deze vleugels zijn ook echt belangrijk. Als we kijken naar de geschiedenis 2010, waar we begonnen met die zijvleugels, dat onderzoeken. En we hebben dat toen op moeten schorten, dat onderzoek. We hebben dat toen met veel energie door Gigi weer laten oppakken. In 2016 het heeft geleid tot veel prestaties bij de racerij. Nu is het anders geconcepteerd, want de reglementen bij de MotoGP zijn veranderd. Deze zijvleugels kunnen niet meer gebruikt worden bij de MotoGP. Als je dus kijkt naar die foto van 2016, dan kun je dat vergelijken met wat dus ook in het middengedeelte van de Kuip is gebruikt door Andrea Dovizioso. En dit kun je ook vergelijken met de Superbike. Dus als die belading verticaal minder wordt, groter wordt, dan moet je zorgen dat de snelheid niet minder wordt. Normaal gesproken gebeurt dat wel bij verticale belading. Dan wordt de snelheid minder. Wat is het grote voordeel van deze veranderde Kuip? Met die effecten van de vleugel heb je dus een volledig compensatie bereikt bij de V4R. Dat geldt ook voor de motor. We hebben dus een basis die ontwikkeld is bij de racerij, bij Ducati Races voor de Superbike. En die wordt volgend jaar op de circuits gebruikt. We hebben dus ook een titanium drijfstangen, ook de veringen in titanium, dus de motor en de nokas is ook veranderd. En we hebben hier een pakket hiervan gemaakt, waarmee we echt de motor hebben met het meeste vermogen ooit wat we gecreëerd hebben als Ducati. Echt een applaus voor de mensen die eraan gewerkt hebben. Ik heb de eer hier vandaag op het podium te staan, jullie deze zaken te vertellen. Maar thuis in Bologna hebben honderden mensen die daaraan gewerkt hebben om die dromen werkelijkheid te maken. Zonder hun ervaring, vakmanschap, volhardendheid zou dit niet mogelijk geweest zijn. Dus 241 pk op de markt zal het wat anders zijn vanwege die specifieke homologatievereisten. En de 16.500 toerental maximaal. Dit product heeft zeer verfijnde onderdelen ook wat betreft het rijvermogen.
kijk naar de voorvloot, die is ook geprest, dat wordt gebruikt bij de MotoGP en dat wordt ook hier gebruikt bij de V4R, vanaf de Desmo Sedici. Daar hebben we toen al toegepast, maar Desmo Sedici is echt een exoot, is een extreem product. We hebben ook een aantal andere noviteiten bij de elektronische, bij elektronica. Toch wel relevant. We hebben dus de pit limiter die afstelbaar is. Dat is een aparte knop. We hebben ook dus die rondetijd die gemeten kan worden, automatisch gemeten kan worden met GPS. Zit in een dashboard ingebouwd waar je dus ook de rondetijden kunt meten. Dat is allemaal nodig om zoveel mogelijk tevredenheid te creëren, veel vermaak te creëren op die gesloten circuits. Dus het gebruik op het circuit, op de baan, is ook natuurlijke habitat voor dit model, voor de V4R. En je kunt ook de uitlaat vervangen. En je kunt dus ook de kentekenplaat en de spiegeltjes vervangen. Laten we even stilstaan bij wat er kan gebeuren. En hier zien we een aantal cijfers achter mij. Dat is het resultaat wat je kunt boeken, wat elke klant, elke liefhebber kan bereiken thuis. Die zo gelukkig is dat hij eigenaar wordt van deze geweldig mooie motor. Dus die uitlaat, Euro 4, kan er vervangen worden door deze uitlaat. 234 pk. 1,42 pk per kilo. Geweldig mooie gegevens. Toen we die eerste wedstrijd wonnen met Desmo Sedici in 2003 met Capirossi in Barcelona. Geweldig. Krachtige motor was dat. Dat was iets minder dan 230 pk. Toen we het WK hebben gewonnen in 2007, toen zaten we onder de 230, onder 230 pk. We zijn dus in staat geweest een motor te ontwikkelen die een configuratie heeft die normaal is te noemen, off-track, ook een normaal onderhoudsinterval. Hij kan ook gewoon gebruikt worden met alle elektronische controleapparatuur. Het is ook een droom die werkelijkheid kan worden op deze manier. Dus het vermogen van MotoGP wordt nu ook na een paar jaar ter beschikking gesteld, ter beschikking van iedereen. Dit is dus de V4R. There's only one place where we can truly be ourselves. Anything before or after is just waiting. This is us. This is who we are. Claudio. Claudio. En dit zijn jullie. Dit is Ducati. We zijn echt aan het einde gekomen. Ja, nou dan moet ik je nog iets zeggen. Mij is echt de emotie van Claudio opgevallen. Zijn emotie na bepaalde video's, de manier waarop hij over praat. Dit is de man die leider is van deze onderneming. Zoals ook mijn emotie sterk is om vanavond deel uit te mogen maken van deze familie. Om hier met jullie hier te zitten. Een familie die elke dag een prachtig sprookje vertelt en schrijft. Claudio, ja, dankjewel. Ik dank voor je mooie woorden, maar ik
ik moet eigenlijk echt vooral de mensen danken die dit mogelijk maken. Ik vind het een eer om hier te mogen zijn, om jullie te kunnen vertellen wat voor werk we allemaal doen. Maar we hebben een fantastisch team. Dus ik wil iedereen danken die hier in de zaal zit. Alle mensen van Ducati, alle dealers, groot applaus voor jullie. Jullie die hier bij ons zijn. En dank aan de pers ook, die hier bij ons is. En die ons ook de mogelijkheid geeft om dit fantastische nieuws door te geven. Ik wil alle mensen thuis bedanken voor het feit dat zij naar ons hebben gekeken en geluisterd. Dat zij alle informatie hebben aangehoord over alle nieuwe modellen die we hebben. Maar meer dan alles wil ik de mensen van Ducati zelf bedanken. Die al dit werk mogelijk hebben gemaakt. Vrouwen en mannen die werken in Panigale. Heel hartelijk dank uit naam van iedereen. Dankjewel. Bedankt Claudio. Ik dank jullie ook allen voor het feit dat jullie erbij waren vanavond. Dat jullie ons vanuit thuis in de hele wereld hebben gevolgd. En dan, dan spreken we af in Eijkma of op Ducati.com. Om nog beter te kijken naar alle modellen die vanavond zijn gepresenteerd tijdens de première. Dankjewel. Dank je en tot ziens. Ciao.